Daar staat de UEFA Euro 2012. Applaus van de 60.000 Polen, Michel Platini, de president van de UEFA, wat goedkeurend over deze openingsceremonie. Er zal het veld vrij worden gemaakt voor het voetbal, dat dus om 6 uur gaat beginnen. Eerste van 31 wedstrijden in 24 dagen, met uiteindelijk de finale in Kiev, de hoofdstad.